Nou, coach Salomon, over deze wedstrijd gaan we niet meer hebben, 102-66. Maar wat veel belangrijker is, wat er nu aan staat te komen. Rotterdam speelt de kwartfinale tegen Den Bosch. En we krijgen net het bericht dat Den Bosch verliest van Weert. Ja, verbazingwekkend. Ik weet niet of dat iets zegt over hoe je met welk gevoel je naar de volgende wedstrijd gaat. Wij gaan met een behoorlijk goed gevoel daar naartoe. Dus ik wens ze succes met dat gevoel kweken en creëren. Best wel 3 zonder thuisvoordeel, dat is wel een beetje jammer, hè? Ja, dat is wel jammer, want we hebben 2 keer gewonnen en 2 keer verloren. En dat is 2 keer uitverloren. Dus dat zou een beetje mentaal wat kunnen betekenen. Maar ik denk dat wij, zoals wij elke keer tegen elkaar zeggen, ook we hebben zo'n groei doorgemaakt. Laatste keer ook laten zien tegen Den Bosch dat we ze prima kunnen hebben. Dus ja, wij gaan met een goed gevoel daar naartoe. Ook naar de Maaspoort. Dus het zou zomaar kunnen dat we elkaar nog tegenkomen in de volgende ronde. Ja, en als je nou vraagt of ik daar illusies heb, nee, die heb ik niet. Ja, maar het zou heel leuk zijn voor ons. Ja. Heel veel succes tegen Den Bosch. Dankjewel. Erik Braal, 102-66, de laatste competitiewedstrijd tegen Rotterdam. Was je tevreden? Ja, voor grote delen wel. Iedereen kunnen spelen. Ik had gehoopt dat we iets scherpere verdediging tegenover ons zouden krijgen. Wat moeilijker zou worden. Dat je een beetje meer in die play-off modus komt. Wat fysieker ook. Dat was het nog niet helemaal. Maar voor het publiek was het een mooie wedstrijd volgens mij. Een uitverkocht huis bij deze laatste wedstrijd. Hartstikke mooi. Meteen ook de laatste wedstrijd, dus we gaan naar de play-offs. En dan is het even afwachten, Den Bosch of Rotterdam. Verrassend vandaag, Den Bosch verliest van Weert. Ja, je ziet wel dat deze wedstrijd natuurlijk eigenlijk geen betekenis hebben. En waarschijnlijk hebben ze gewoon iedereen laten spelen, zo'n laatste wedstrijd, voordat ze de play-offs ingaan. Tenminste, dat vermoed ik. Ik denk niet dat je te veel conclusies kan trekken. Nou, in de voorbereiding vraag ik mij af, ben je dan al bezig met de voorbereiding op Rotterdam en Den Bosch? Of hoe werkt zoiets? Nee, ik denk dat wij voor ons moeten focussen op ons. Als wij goed spelen, dan denk ik dat wij een heel lastige ploeg zijn voor elk tegenstander. Dus we proberen eerst zelf beter te worden in wat we doen. Ook vandaag hadden we weer genoeg dingen die we beter kunnen doen. Dus daar focussen we ons op in de komende weken. En natuurlijk gaan we ons wel voorbereiden op een van de 2 tegenstanders. Maar die eerste week gaan we gewoon eerst kijken hoe die serie verloopt. Dan heb je vaak wel een beetje een idee. Ik ga ook kijken, dus ik denk dat we vanzelf steeds meer intunen op die tegenstander en ook in de trainingen daar steeds meer mee bezig zijn. Je hebt al verteld dat je nog oefenwedstrijden gaat spelen om die periode door te komen. Toch lijkt het me ook voor de spelers lastig dat je nu weet 2 weken wachten. Ja, dus dat maakt het een beetje lastig. Plus dat het misschien niet 2 weken is, maar iets is korter. Omdat dan de wedstrijd de eerste wedstrijd op donderdag is in de halve finale. Omdat Sigo dat graag wil. En dat zou dan betekenen weer dat we ietsjes korter hebben. Dat zou op zich voor ons wel gunstig zijn, denk ik. Dat is nu eenmaal het systeem. Daar moeten we het mee doen. Dat is zeker een nadeel dat andere teams al in die play-off modus zitten. En die pressie al gewend zijn en die druk. En dat wij daar nog aan moeten wennen, maar ik verwacht dat wij onze ervaring met Europese wedstrijden, dat we dat snel ons eigen kunnen maken en dat we goed gaan spelen. Drago, how are you doing? Great. Great, why? Why not? We won the game, full house, very good ending of regular season, very happy. Satisfied about the way you finish the competition now? Of course. I think I use this opportunity to say big thanks to all our fans they are following us through all the season, and they prove it today on the last regular season game that they were it was full house, it was great atmosphere to play, and I think we gave them some nice show today, and they can be satisfied not just with this game, with everything what we present now. But the real thing is now going to happen, playoff time, man. Yeah, the most exciting games of the season are coming, you know. So, of course, we need them in the same number as today. We need fans to support us, and it's going to be great basketball, great fun, and we all waiting for that. So. How many times did you play playoffs in your career? I don't know. You're asking. So many. I mean, really, I don't know. And how many championships did you win? Just 2. Just 2? Yeah. So, there's a special task for you right now. Yeah, especially in being first year in Holland playing Dutch league, so
with the achievements what we did this season with Super Cup, Cup in Europe, I think it would be really great thing to finish it on the right way and take a championship. But of course, we have a long way still to go. So. And a great thing, the weather's going to be better, so it's going to be all great. Yeah, I love when it's weather like today and past days. It's really, you can really enjoy. I'm really enjoying to be outside, and I'm not the type of guy who is just sitting in the house. So this is great summer. I mean, spring weather, and I hope, with our victories that we can make. You know, everything has a nice package. So. I saw on social media that you play a little bit of golf. It wasn't that bad, huh? Yeah, I'm still beginner. I drag Arvin into it, so I have a golf buddy. So yeah, we are terrible, but we make competition between each other. So it's can't have it all, man. Yeah, I know, but we make it fun. So it's fun. It's nice to enjoy in the weather and being outside and play some golf for sure. Thank you. Nou Jason, dit was om het op zijn Nederlands te zeggen, appeltje eitje. Appeltje eit. Ja, ik heb dat niet gehoord, maar ja, het was een goede wedstrijd voor ons. Ik denk wij kunnen beter spelen, maar ja, ik denk wij hebben bij 40 punten gewonnen. Ja, dus je kan niet zoveel zeggen. Verrassende uitslagen vandaag. Ares wint van Apollo. Weert wint van Den Bosch. Oh, wauw. Echt waar? Aries is niet zo grote verrassing, maar Weert van Den Bosch is... In Den Bosch? Wauw. Goed voor Weert. Hoe kijk je daar tegenaan? Rotterdam, Den Bosch, kwartfinale. Wat denk je? Ja, ik weet het niet. Ik denk beide ploegen kan winnen, maar... ik denk Den Bosch heeft home court advantage, dus ik denk Den Bosch kan winnen. Maar ik weet het niet, ik kan niet zeggen. Hoe is het met je? Het is een lang seizoen geweest natuurlijk, veel wedstrijden, Europees, hoe is het? Goed, mijn lichaam is een beetje moe. Ik was laatste week geblesseerd, dus deze week ik moet komen terug in de ritme, maar nu... Ik voel beter en we hebben twee weken tot de playoffs beginnen. En dus ik doe heel veel rehab, heel veel training en ik hoop mijn lichaam komt terug. Heb je ook een beetje genoten toen je om je heen keek vandaag? Genoten? Ja, het was heel mooi in hier. De sfeer was heel mooi. Dankjewel to the fans voor... Voor de uitverkochte Martini Plaza. Het was echt mooi. Nou, Nederland is echt prima, hè? Niet prima. Mijn leraar zegt het moet beter worden, maar ja, het gaat beter. En, ik ben nog steeds druk met studeren. En, Als je de stad in gaat, boodschappen doen, kleren kopen, doe je dat in Nederland? Ja, dat kan. Ik meestal, maar soms. Ik probeer te Nederlands praten en dan die mensen. Zij weten, ik ben Amerikaans, dus zij praten in terug. Dat is te makkelijk. Vanaf nu, Donut TV praat met jou alleen nog maar in Nederland. Ja, dat is goed. Hey, succes. Dank je wel.